Ons weekendhotel lag discreet, verscholen in tuinen aan zee. De tijd vloog er te vlug voorbij, als schot in Frankrijk leefden wij. We kwamen slechts in half pensioen, maar zo verwend door La Patron. We kregen het ontbijt op bed en s'avonds was er bal muziek, want de patron, ja de patron, hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee. Hij speelde accordeon en we draaiden maar mee. Hij speelde Luc was toch de playbacker van Vultura. Ja. En Christophe, de soundmixer. En Christophe was de soundmixer van Luc Steno. Ja. Dus eigenlijk was Christophe de soundmixer van Vultura. Eigenlijk wel, ja. Maar dan zie je zo al wat generaties. Die man die die accordeon speelt, dat vond ik het beste aan het nummer. Want die doet dat zo enthousiast en zo mooi. En ik ken die gast, en zal ik u eens meer zeggen, dat is een hele goede drummer. Dat is geen accordeonist. En zo zie je dat drummers kunnen eigenlijk alles. Hij speelde accordeon. Toehoe. Allemaal doet dat, hè? Maar dat is niet opgelegd. En heel Vlaanderen deed mee. Luc dacht in het begin dat dit niet paste bij Tino te zien. Dat het eigenlijk een beetje te commercieel was. Zo. Die accordeon en dat walsje. Maar het is zijn grootste hit geworden. Hè. Luc Steno was meteen doorgebroken. Ah, nog steeds. Hè. Als Luc Steno dit brengt, dan ontploft de zaal. Dat is echt... enorm goede song. Dat is echt een topnummer. En die mensen pensioenen. Vroeg niet naar jou.